Blijven we trouwens nog bij de tekenfilm, bij de animatiefilm. En komen, toeval of niet, nu we hier toch aan de rand van het water staan, bij de legende van de Zeven Zeeën. Dit werk werd bewerkt, gearrangeerd voor harmonieorkest door Tom Raas. Hij heeft dat op zijn eindexamen gedaan, HaFabra directie arrangement. Het is ook geen toeval dat Tom Raas de weg opgaat van bewerker, van arrangeur van muziek. Hij is leerling geweest van onder meer Dirk de Kaluwe, kent Steve Willaert goed en Bart Piqueur ook goed. En zal waarschijnlijk ook ontdekt hebben dat er vraag was naar goede arrangeurs. Zijn examen heeft hij er schitterend van afgebracht. En vanavond, dames en heren, maakt u een primeur mee, een wereldpremière eigenlijk. Want het is voor de eerste keer dat het Remuseorkest hier deze muziek speelt, bewerkt door niemand minder dan Tom Raas. De muziek zelf is van Harry Gregson-Williams, onder meer bekend van zijn medewerking voor Chicken Run, Armageddon en Shrek 2. Sinbad bestaat uit 5 delen. Let the games begin. Is it the shore or the sea? The giant fish, Syracuse en Into the Sunset. Geniet, dames en heren, van Sinbad, The Legend of the Seven Seas, gearrangeerd door Tom Raas voor harmonieorkest, met speciale medewerking van sopraansax Stefanie Vermeijren, fluit en altfluit Christel Willox en Leen Raas, klarinet, samen met het Remuseorkest, onder leiding natuurlijk van Dirk de Kaluwe. Thank you.
Legend of the Seven Seas.